kijkt waar we als planbureau voor de leefomgeving vandaan komen. Een milieu- en natuurplanbureau in Bilthoven, een ruimtelijk planbureau in Den Haag. Hij kwam uit het academische wereldje en hij moest twee clubs van, laten we maar zeggen, eigenwijze wetenschappers bij elkaar zien te voegen. Ik vond zelf eigenlijk dat in de communicatie van het planbureau een hele hoop veel beter kon. En die vraaggerichtheid, dus dat je echt zorgt dat je goed de vragen van de beleidsmaker, dat je die als uitgangspunt neemt, die heb ik willen veranderen. Maarten heeft de gave om de dingen die hij onderzoekt ook heel mooi in beeld te brengen. Dus hij brengt niet alleen maar de feiten en cijfers in beeld, maar brengt dat ook mooi onder woorden, voegt er de juiste plaatjes bij, waardoor zijn rapporten gaan leven. We hebben bijvoorbeeld recent een rapport eerst uitgebracht als pure statistiek en daarna nog een keer met infographics. En ik denk dat je reëel kan zien hoe die infographics veel meer tot debat hebben geleid en ook veel meer de politiek hebben bereikt. Dit is een boekje, dat is de eerste hierin eigenlijk, Nederland verbeeld. Een andere kijk op vraagstukken van de leefomgeving. Daar hebben we zelf, zijn we trots op, de Infographics Jaarprijs 2013 voor gewonnen. En dit is echt het beeld van wat hij daarmee heeft laten zien. Van jongens, als we echt iets willen doen, moet je mensen grijpen met beeld. Het leuke is, we hebben gewoon ook hele goede deskundigen. En die hebben eigenlijk mij dat idee aan de hand gedaan. Ik ben maar directeur. Die afdeling die zei van, zouden we deze kant op gaan? Zullen we dit eens proberen te doen? Dus de toegankelijkheid en in de organisatie maakt ook dat je leuke ideeën kan hebben. Hè? Want zo is het natuurlijk wel. Je bent net zo goed als je organisatie je toelaat te zijn. Hij weet dus heel veel verbinding te leggen tussen wat hij hoort, leest en mensen spreekt. En kan mensen heel sterk enthousiasmeren, zowel binnen het PBL. Als daarbuiten. We hebben natuurlijk allemaal, alle ministeries, te maken met de krimp. En de tragiek van zo'n bezuinigingsopgave is dat je dan langzaam je eigen organisatie ouder ziet worden. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid genomen om veel meer geld ook van buiten aan te trekken. En daardoor hebben we ineens een toestroom gekregen van jongeren in plaats van dat alle jongeren verdwenen zijn. En wat een zegen is dat. Wat een zegen is het om te kunnen werken met jonge, creatieve mensen die curieus zijn. Een grijze organisatie is echt de dood in de pot. Maarten heeft er een club van gemaakt die, denk ik, in de buitenwereld enorm wordt gezien en enorm wordt gewaardeerd. En verder is het een enthousiaste man die ook nog hoogleraar is in zijn vrije tijd, laat ik maar zo zeggen. En daardoor ook heel goed beleid en wetenschap weet te verbinden. Ik hoop dat wij met de manier waarop wij werken en met de grondigheid waarop wij onze analyses doen, dat wij daar een reputatie aan het opbouwen zijn. Deze nominatie vind ik daar al een uitdrukking van en daar ben ik al heel tevreden mee.